Zijn scheiding van Willeke Alberti heet in interviews het grote trauma van zijn leven te zijn. Maar als je tegenover hem zit, denk je, is hij een coole kikker? Een gepassioneerde minnaar? Of is hij gewoon iemand die eigenlijk alleen maar verslaafd is aan zijn werk? In de goede zin des woords, een toptalent. John de Mol. John. Wat ik nou toch zo'n aardige anekdote vind, zo pittoresk, en misschien heb ik wel helemaal ongelijk en degene die me verteld heeft ook, maar Rijk de Gooier vertelde mij dat jouw opa een bordeel had gehad in Loosdrecht. Is dat waar of is dat onzin? Nee, dat is volgens mij onzin. Ik dacht klein en zelfstandige en dan... Mijn opa, ja. Nou, die is overleden. Voor de oorlog, in jaren 30. Nee, het is mij nooit verteld in ieder geval. Zou het kunnen? Als een ondernemende man. In de jaren 30? Maar ze is de tijd veel vooruit. Nou ja, het waren toch ook bordelen? Ja. Nee, ik geloof het niet. Okay. Nee, ik vrees dat dat een leuk verhaal is. Jammer, dat het waar was. Ja, nee. Wat me interesseert is dit. Ik lees een quote, je hebt 650 miljoen gulden. Misschien is het nog wel meer, dat interesseert me niet. Weet je hoeveel je hebt eigenlijk? Hou je het bij? Nee. Heb je een bankafschriftje waar je af en toe even... Waarom hou je dat niet bij? Dat het me niet interesseert. Dat kan me voorstellen, want je bent verslaafd in je werk. Misschien niet zozeer aan geld. Nee. Maar... Je hebt een hele wereld die voor je klaar ligt eigenlijk. Je kan zoveel doen met dat geld. Je kan de malaria de wereld uit helpen. Je kan nuttige dingen doen. Ja. John de Mol bibliotheek stichten. Een grote naam voor dat gebied. Ja. Waarom niet? Nou, jij gaat er wel vanuit dat het niet gebeurt. Nou, bij Jan van Ennen lees ik dat altijd. Jawel. Die jong talent stimuleren, weet ik veel. Bij jou lees ik dat nooit. Ik heb die vraag vaker gehad in interviews. Met name de Duitsers zijn er altijd erg in geïnteresseerd. En ik heb iets van, wat ik daar doe... Dat vind ik iets, dat is voor mezelf. En dat hoef je niet aan een grote klok te hangen. En dat Maar je hebt het hart op de goede plek zitten, desalniettemin. Ik denk het wel. Ik denk dat ik, althans volgens mijn eigen normen, genoeg doe. Ja. Het is ook een kwestie van tijd. Ik zou het zo leuk vinden als je zei, ik doe helemaal niks. Ik heb dat geld verdiend. Ja. Nee, maar dat is niet zo. Nee, ik doe wel wat, ja. Je bent rechtschapen. Sort of, ja. Wat me interesseert is, ben jij nou... verslaafd aan televisie omdat je de grote ritselaar achter de schermen bent? Of is het nog steeds die verslaving aan wat er op de vloer gebeurt? Programma's bedenken? Toch het laatste, denk ik. De grote kick in televisie vind ik persoonlijk... dat televisie begint met een idee. Meestal met één man of met twee mensen. En op het moment dat zo'n idee drie dagen later nog steeds leuk is... want dat gebeurt ook wel eens, dat je de dinsdagavond heel enthousiast bent... en donderdag denkt van, nou, toch niet zo leuk. Maar als je dat nog steeds bent... dan is het proces van een televisieprogramma is dat de groep mensen steeds groter wordt. Op een gegeven ogenblik komt er een zender bij en zit je met 40 man te praten. En het allerleukste vind ik de dag dat je dan in de studio staat en dat programma wordt opgenomen. En dan weet je na 10 minuten, dit is goed of dit is niet goed. Dat weet je ook als het niet goed is? Dat weet ik ook als het niet goed Waar is. Waar merk je dat aan? Ja, dat voel je. Je kijkt naar het publiek? Ja, of, Nou ja, ik kijk altijd als ik in de studio ben in eerste instantie naar de monitor. Want ik wil hetzelfde zien wat de kijker thuis ziet. Ja. Maar je voelt het, je merkt het, je weet na 10 minuten, dit is goed of dit is helemaal niks. En All You Need Is Love of Big Brother, dat soort dingen, dat welt dan op en dan weet je na 5 minuten dat is waar. Ja. Dit klopt. Ja. Heb jij zo'n vinger aan de polsslag van wat het volk denkt of wil? Nee, ik ben daar niet bewust mee bezig, maar ik geloof wel dat ik een smaak heb die kennelijk nogal algemeen is of breed is. Of, die doorsnee genoeg is? Ja, doorsnee, ja. En dat is eigenlijk de goudmijn in je hoofd? Want jij weet wat de mensen mooi of lelijk vinden. Nou, ik zeg niet dat ik het weet, maar je als je naar track record kijkt, dan zijn de hits zijn aanmerkelijk meer dan de flops. Dus ik geloof dat ik een soort smaak heb die overeenkomt met het publiek. Geef eens een kritische analyse van de teruglopende cijfers van Veronica. Jij als vakman. Ik weet zeker dat Kees Gerritsen vanavond zit te kijken. Dus pak hem nog even die camera en leg uit waarom het zo terugloopt bij Veronica. Hi Kees. Bedoel je in het algemeen? Of specifiek zou ik zeggen. Het gaat niet zo goed met Veronica en de kijkcijfers. En dat komt misschien omdat ze te veel oude lullen in dienst hebben zoals ik. Maar kijk eens in die camera en leg dat eens aan Kees uit. Wat hij verkeerd doet. Nou ja, ik moet je eerlijk bekennen dat ik niet bewust ben van spectaculair teruglopende cijfers bij Veronica. Nou, het is ook niet erg wat te groeien. Wat ik een beetje vind is dat Veronica niet meer het Veronica is van vroeger. Op sommige aspecten wel, maar op een heleboel aspecten ook niet. Veronica is naar mijn mening af en toe een beetje te breed. Te weinig rebels, wat ze zouden moeten zijn. Rebels, te weinig het kont tegen de krip effect, ja. Om dat nou uit jouw mond te horen, moet toch een bitter gelach voor ze zijn, of niet, denk je?
Nee, want ze zullen daar ongetwijfeld goede redenen voor hebben. Want ze zijn niet dom, Veronica, dus ze zullen wel weten wat ze doen. Ja, maar desalniettemin. En vergis je niet, hè, het verschil tussen een zender runnen en programma's maken is echt enorm groot. Waar ben je nou van zenders gaan runnen eigenlijk? In de zin van dat je hebt niet toch het geld om zenders te kopen en zelf... Absoluut, maar ik heb nooit de behoefte gehad om aan die kant te zitten. Ik vind het veel leuker om de kant te zitten waar ik nu zelf zit. Maken, het maken van programma's. En het runnen van een zender is totaal anders als het maken van programma's. Daar zit een wereld van verschil tussen. En je hebt niet de behoefte om dat ook een keertje mee te maken? Nee, ik heb altijd gezegd dat op het moment dat ik het gevoel heb dat wij niet meer vooruit kunnen, dan zou dat een moment zijn waarop je daarover na gaat denken. Maar dat moment is uiteindelijk nooit echt er geweest. Heb jij het gevoel in je eigen leven dat je nog vooruit gaat? Ja. Want? Oh, ik moet nog zoveel leren, ik wil nog zoveel doen. Ik denk dat we met Endemol nog 100.000 stappen kunnen en moeten maken om uiteindelijk daar te komen waar ik wil komen. Ik ben waar wil je komen klaar. Dan? Wat is het verhaal? Met het bedrijf. Maar wat doe je? Je hebt alles al bereikt wat je kon bereiken in deze branche. Nee, ik heb nog lang niet alles bereikt wat ik wil en kan bereiken. Het geld, de roem, de concepten. Ja, maar het geld, daar is het nooit om begonnen. Want iemand die 25 jaar geleden besloot in dit vak te beginnen. Toen lag het niet echt in de lijn der verwachting dat je daarna het grote geld ging verdienen. Is toch aardig meegenomen in ieder geval, lijkt de roem, voor zover dat meespeelt, is dat iets waar ik het zeker niet om gedaan heb. Want anders zou ik wel voor de camera's hebben gezeten. Ik vind het lekkerder om in de schaduw te werken dan in de spotlight. Dus daar heb ik het ook niet om gedaan. De kick van het televisie maken is dat je iets bedenkt wat 3, 4, 5, 6 maanden later door miljoenen mensen wordt bekeken. En die kick is oneindig. Dat gaat altijd door. En soms zelfs zo groot is dat mensen er afspraken voor afzeggen, hun kaartavond voor afzeggen, de voetbaltrainingen gaan verzetten om een programma te kunnen zien. Ja, maar desalniettemin, je kan toch een zekere verzadiging zouden kunnen optreden. Wat is toch hetgene wat jou zo beweegt in dat verband? Wat kan je nou nog schelen als je zoveel succes hebt gehad dat je dan het volgende succes gaat Weet niet wat het is. Ik heb het altijd gehad en het is niet weg. En op het moment dat het weg zou gaan, denk ik dat ik gelijk moet stoppen. Dan lees ik in een interview met je dat je honderden slechte programma's bekijkt om ideeën op te doen. Maar ja, na 5 seconden weet je al, dit is een kutprogramma, dus hoezo? En toch inspireert mij dat. Omdat ik dus de bagger inspireert je? Ja, omdat je door slechte programma's, slecht gemaakte programma's, op een gegeven ogenblik, bij mij althans werkt dat zo, gaat zitten kijken en dan denk je, ja, maar wacht nou even. Zij hebben het zo gedaan, maar als je dat nou zo zou doen en als je dit nou eens zo zou doen, dan zou het misschien nog wat kunnen worden. Slechte programma's inspireren mij om dan ideeën te ontwikkelen die het goed maken. Maar je hebt daar een zekere zin, heb je voor die obsessie met televisie heb je een prijs betaald. Zoals alle mensen die verslaafd zijn aan hun werk, 80 tot 100 uur per week werken. Traumatische scheiding, nog een keertje mis, geloof ik. Enfin, ik zeg niet dat je een ruïneus privéleven hebt, maar is het waard geweest? Heb je dat gevoel? Ja, ik geloof niet dat dat overigens met mijn werk te maken heeft gehad. Het lijkt me altijd dat als je zo vaak weg bent of bezeten bent van iets, dat dat nee, ik denk, ik ben overigens maar 1 keer gescheiden, even voor de record. Tweede keer was het misgegaan, geloof ik. Soms hebben mensen het gevoel dat ik 7 keer getrouwd ben en 7 keer gescheiden ben. Dat je vrouwen zo inpakt. 1 keer gebeurd, en dat is overigens 1 keer te veel. Ja. Maar dat had niks te maken met mijn werk. Zeker in die tijd niet. Want ik las dat het te maken had met dat je niet meneer Alberti wilde worden. Inderdaad. Dat je daardoor... ja, en dat is denk ik ook een van de grote drijfveren geweest om zo hard te werken. Met een schuld van 3 ton beginnen, geloof ik. Ja. Je niet failliet laten verklaren dat je wilde dat terugbetalen. Ja. Eerzucht. Maar de vraag was, is het je waard geweest? Ja, ik vind het wel. Ik denk dat... Je hebt een kind van je niet al te vaak gezien toen hij jong was. Dat zijn nare dingen, lijkt me. Dat zijn nare dingen, maar nogmaals, dat heeft niks met mijn werk te maken. Dat had met de privésituatie te maken. Okay. En het kind ging vervolgens naar Duitsland en daarna naar Monaco en daarna naar België. En dat werd alweer iets dichterbij, waardoor er toen alweer wat meer intensieve contact kwam. Maar dat had niks met werk te maken. Je hebt nooit gedacht, ik geef nu mijn werk op, ik ga gewoon voor mijn kind zorgen, bijvoorbeeld. Ik heb vaak gedacht, ik ga voor mijn kind zorgen, maar niet door mijn werk op te geven. Want ik geloof niet dat mijn kind daar gelukkig van zou worden. Hoe je met je kind omgaat, maar wat me interesseert is, waar komt toch die mateloze ambitie vandaan? Ik weet wat het niet. Heb je toch ik kan, te winnen nog? Je hebt alles al gewonnen. Ik kan alleen maar zeggen dat ik het nog steeds leuk vind en dat ik het nog steeds een kick vind op het moment dat je een nieuw programma bedenkt wat iedereen wil hebben. Waar iedereen naar wil kijken, vergeet niet, de televisiewereld is enorm veranderd in de laatste jaren. Het is globaler geworden. Op het moment dat je nu in Nederland een succes hebt, heb je 2 dagen later de hele wereld aan de lijn die erover willen praten. Zo snel werkt het tegenwoordig. En dat is ook jouw voorsprong op Amerikaanse producenten die uitsluitend Amerikaanse producten aanbieden. Ja. Die niet op de lokale diversiteit ingaan. Ja.
Nou, om nou zo'n voorbeeld te geven hoe televisie werkt. Ik was gevraagd om met Emiel Ratelband de eerste uitzending van de nieuwe Big Brother-reeks op te luisteren. En dan geef ik als dan vragen ze aan je, wat moet er dan gebeuren met Big Brother? Zeg, nou, iemand moet zelfmoord plegen, dat is goed voor de kijkcijfers. Dat wordt er niet uitgezonden. Dan denk ik bij mezelf, hoe komt dat toch? Waarom ben je toch altijd in die programma's veel braver dan je hier aan tafel zit? Nou, is dat omdat je moet scoren? Je kan mij natuurlijk niet meer persoonlijk verantwoordelijk houden voor iedere montage in een programma. Kom. Nee, echt niet. You're the king. Je zit daar toch bij, je komt toch langs? Jawel, maar Theo, wij maken 14.000 uur televisie wereldwijd. Big Brother is je grote liefde. Big Brother was mijn grote liefde. Ik heb ook de eerste paar series van de VIP-afleveringen en met name de eerste week ernstig gevolgd. Maar ik kan niet meer 24 uur per dag volgen om te constateren dat jouw zinnetje eruit gelaten is. Oké, die zelfmoord. Zou dat een kick zijn voor de kijkcijfers? Het zou een enorme kick zijn voor de kijkcijfers. Of ik het persoonlijk een kick zou vinden, dat geloof ik niet. Het is jouw nachtmerrie misschien wel. Ja, inderdaad. Zou je het programma stoppen? Het hangt er vanaf in welke omstandigheden. Daar kan je geen algemeen antwoord op geven. Er is me ook zo vaak gevraagd, hoe ver kun je gaan op televisie? Daar kun je geen eenduidig algemeen antwoord op geven. Dat bestaat niet. Je kan wel een meneer van de herenliefde als man presenteren, een miljonair die het niet is, en vervolgens daar een aardig programma rondom maken, maar je kan hier geen antwoord op geven. Dat is toch wel raar eigenlijk. Nee, omdat ik, dan moet je me een voorbeeld geven. Nou, ik gaf je net een voorbeeld. Ja, maar... ik vind zelfmoord in het Big Brother House nou niet iets waar ik op uit ben. Maar je zou niet stoppen, dat weet je niet. Ik niet zeggen, want het hangt van de omstandigheden af. Nou, zelfmoord is toch zelfmoord? Zelfmoord is zelfmoord. Ik sta nu voor de camera en pak een pistool pats. Ja, nou dan denk ik wel dat we... Dat we ermee nokken, ja. De onbevlekte ontvangenis. Ja, dan denk ik wel dat we ermee stoppen. Juist. Ja. Dus er is wel degelijk een grens aan wat je kan doen of wat je niet kan doen. Alhoewel, als dit zou gebeuren, zou ik dat eerder een fout in de casting vinden. Dan dat iets is waar ik me dan zelf persoonlijk verantwoordelijk zou moeten voor voelen. Want er is een zelfmoordsituatie geweest. Mijn programma in Zweden. Ja. Waar alle journalisten en alle psychologen de schuld bij het programma neergelegd hebben. Ja. Terwijl 3 weken later... In 1 programma een interview is geweest met de psycholoog die die man al jaren behandelde. En heeft gezegd, als het hier niet was gebeurd, was het twee weken later ergens anders gebeurd. Hij kreeg de gelegenheid in de limelight natuurlijk om het te doen. Ja. Dat was het verschil. En dat betekent dus dat je met dit soort programma's heel erg voorzichtig moet zijn, omdat je een grote verantwoordelijkheid hebt. En dat is ook de reden dat zelfmoord daarin voor mij niet... Je vertelt het nou zo prachtig aan mij, maar ben je echt begaan met het lot van de Big Brother deelnemers? Dat is toch onzin? Tot op zekere hoogte. Dat gaat natuurlijk niet zo ver als ik begaan ben met het lot van mijn eigen familie of mijn vrienden. Nee, natuurlijk. Maar ik vind tot op zekere hoogte heb je een verantwoordelijkheid. En vanuit die verantwoordelijkheid ben ik ermee begaan. Maar je hebt het over die verantwoordelijkheid. Het is een vrij hard programma als je ziet hoe mensen worden afgestemd, in tranen het pand verlaten. Dat zijn toch wel klappen die je dan toebrengt. Klopt. Dat wisten ze van tevoren en dat is allemaal waar. Maar dat vind ik niet het enige aspect. Ze wisten het van tevoren, maar het gaat er ook om. En dat komt weer op die vraag van hoe ver kun je gaan. Het hangt er vanaf met wie. Als jij bij mij in een programma zou zitten en je bent goed gescreend en gecast, en dan hangt het er vanaf waar kom je voor? Kom je voor een spel waar je 1 dag een half uurtje in een programma zit? Of kom je voor Big Brother waar je 100 dagen, 7 dagen en 24 uur gevolgd wordt? Ja. Dan kennen wij jou, we weten alles van je, je bent gescreend, we weten hoe je gezondheid in elkaar zit, hoe je psychologisch in elkaar zit. En dan kun je bepalen hoe ver kun je gaan met iemand. Okay. En in jouw geval denk ik best dat wij heel ver zouden kunnen gaan. Mm-hmm. Want jij hebt volgens mij een stevig karakter. Maar er zijn andere mensen waar we dat niet mee zouden doen, omdat ze dat niet kunnen handelen. Je brengt ze toch in dezelfde omstandigheid? Het is toch die moordende groepsterreur die het programma tot zo'n succes maakt? De omstandigheid is hetzelfde, maar daarom zie je ook dat bij Big Brother in principe allemaal mensen zitten die dat kunnen handelen. Er is nog niemand aan ten onder gegaan. Iedereen, na afloop van Big Brother, kijkt erop terug als een van de leukste periodes uit zijn leven. En daar vind je het ook een beter programma dan De Bus bijvoorbeeld? Nee, want dat geldt hetzelfde voor. Daar worden ze ook zo goed gescreend. Ik heb wel heel veel gevoel voor humor. Maar wat me ook zo interesseert is dit. Want dan zie ik je zo succesvol voorbij komen. En dan denk ik bij mezelf, oké, ik geloof hem als hij zegt dat hij verslaafd is aan televisie. Ik geloof hem als hij zegt dat het het leukste voorkomt wat er is, programma's maken. Ik geloof niet dat je daarover liegt. Lieg je überhaupt wel eens eigenlijk? Iedereen. Je bent wel een leugenaar? Nee, maar er is ook daar weer, je hebt heleboel variaties op liegen. Iets niet zeggen is ook liegen. En ik zeg soms wel eens iets niet. Uit verstandige. Maar wat ik zeg is doorgaans waar. Even over de lieg. Wie heeft nou Big Brother bedacht? Ik dacht dat Humie van de Tonnenkreek was. Of ben jij het? Je claimt het wel, dacht ik. Ja, ik claim het wel. Om de simpele reden dat het ook zo is. Het is ook zo. Kijk, Big Brother is nu een televisieformat en was ooit een idee. Het idee heb ik bedacht. Hmm. Maar het format, daar heeft Paul Reumer een hele grote rol in gespeeld. Want die is er vanaf de eerste avond bij geweest. En heeft dat hele project mee ontwikkeld. En heeft het mee
uitgebouwd tot wat het nu geworden is. Dan wil ik van je weten, hoe krijg je zo'n idee binnen? Je zit op een avond weer naar een van een kutprogramma te kijken en hups, daar is het. Ideeën kunnen op twee manieren, nee, eigenlijk op drie manieren binnenkomen. Van iemand anders. Jij kan mij morgen bellen en roepen, ik heb een geweldig idee. En dat blijkt ook zo te zijn. En dan kunnen we dat van je kopen. We kunnen het zelf bedenken. Dan heb je twee mogelijkheden. Je doet het via een soort wetenschappelijke manier. Dat betekent dat je door gewoon systematisch te werken probeert om iets te ontwikkelen wat er niet is. Ja. En het derde is de geluksfactor. En Big Brother was gewoon puur geluk. Gewoon een lucky shot zoals All You Need. Maar leg eens goed uit. Ja, All You Need moest in 2 uur of in 2 dagen geloof ik. Er moest nog snel een concept worden bedacht. Nou, we hadden een concept afgekeurd. Waar we over 4 weken de studio mee in moesten. En we hadden 1 klein onderdeeltje uit dat oude concept dat we afgekeurd hadden. Wat we interessant vonden. Ja. Daar zijn we weer begonnen. En toen kwam met een videocamera iemand vertellen dat je hem leuk vond. En toen zei iemand anders, dat is leuk, dat noemen we een All You Need. En toen lag het complete programma lag er in een uur. In een uur. En in feite is het idee Big Brother ook in een half uur geboren. Dus je zat, we waren aan het werk met 4 mensen, ja. Creatieve mensen, om een programmaformat te ontwikkelen voor de KRO. Daar zaten we voor bij elkaar. Die hadden ons gevraagd voor een bepaald timeslot een programma te ontwikkelen. En we hebben braaf van 8:30 tot 11:00 zitten brainstormen. En dat was zo'n avond die je eigenlijk gewoon had kunnen vergeten. Er kwam niets zinnigs uit, niets bruikbaars. Dus om 11:00 riepen we, leuk geweest, volgende week gaan we door. We drinken ons glaasje leeg en ik weet niet meer wie, ik dacht Paul vertelde over een artikel wat hij had gelezen in een Amerikaans blad over een project Biosphere 2. Een soort wetenschappelijk project waar een grote glazen koepel in Amerika werd gebouwd. Waar, weet ik veel, 10 mensen 2 jaar in geleefd hebben. Alleen die hadden gewoon televisie in de krant en konden er ook nog wel uit. En dat verhaal op een gegeven ogenblik triggerde bij mij iets. En daar lag Big Brother. Toen heette het nog geen Big Brother. Toen heette het nog de Gouden Kooi. En toen was het idee om het 1 jaar te doen. En later is dat ontwikkeld tot Big Brother. Is dat een soort pervers genoegen dat je dan voor je geesteszoog die mensen ziet ronddwarrelen in dat huis? Nee, integendeel. Het is een pervers gevoel in de zin dat je weet, dat voel je. Dit is het. Dit is hem. Dat weet je absoluut, 100% zeker. Ik wist die avond, het is ook 5:00 geworden, 's morgens. Dit is hem. Dit is hem. Ja. En dan ga je bellen en dan is het rond. Nee hoor, dat is helaas in dit geval niet gebeurd. Big Brother heeft 3 jaar geduurd. Voordat iemand het aanbiedt. Voordat het verkocht was. Ja. Het heeft eerst 1,5 jaar geduurd, tot bijna 2 jaar geduurd, om het te ontwikkelen. Zowel technisch als inhoudelijk. Omdat we ons wel realiseerden dat je wel op moet passen wat je deed. Ja. En toen bleek het zo'n duur programma te zijn, dat in eerste instantie de eerste hobbel was. Daarom zijn we teruggegaan van 1 jaar naar 100 dagen. En van luxe naar back to the basics. Gewoon puur uit nood. Ja. Toen was het nog te duur. En toen heb ik uiteindelijk gezegd, nou dan doen we het zelf. Op eigen risico. Beangstig je dat zelf niet een beetje, dat je eigenlijk voor honderden miljoenen mensen uitmaakt wat leuk of niet leuk is? Nou, ik maak het niet uit. De kijker maakt het uiteindelijk altijd zelf uit. Dat zou ik ook zeggen, maar desalniettemin. Het scoort. Nee, het beangst is helemaal niet. Heb je nooit het gevoel van, ik lever ze zoveel banaliteiten aan, ik zou ook een keer wat anders moeten doen? Nou, ik vind dat als je kijkt naar het totale product wat Endemol wereldwijd maakt met 14.000 uur, dan denk ik dat een heel gevarieerd aanbod is. En dat er zitten heel veel programma's bij waar heel veel mensen zouden zeggen van, hey, is dat ook Endemol? Maar als je aan de gemiddelde intellectueel in de grachtengordel vraagt, wat doet John de Mol, dan komt hij met Big Brother of All You Need. En dat vergiftigt het volk, toch? Absoluut. En dat is al 20 jaar zo. En ik heb totaal geen behoefte om voor de grachtengordel dat beeld te veranderen. Dat is al niet te min. Het zou toch een eer voor jezelf kunnen zijn om de mensen ook eens wat anders te geven? Waarom? Ik heb een job en die doe ik met veel plezier. En daar sta ik voor 100.000% achter. Televisie heeft 2 functies. Informeren en amuseren. En voor het laatste gedeelte zijn wij er. Ik zie je zo minzaam en charmant hier zitten. Je moet toch een ongelooflijk cynisme ook hebben opgebouwd in al die jaren over mensen. Ja, absoluut. Ben je cynicus? Ik ben een cynicus geworden, ja. Dat was je niet? Denk het niet, nee. Maar wat is dan jouw wanhoop of waar voel je je bitter in? Nou, cynisch zijn wil niet per definitie zeggen bitter. Ik denk dat op het moment dat je groter wordt met een bedrijf, dat er veel tegenstand, weerstand is, wat niet altijd op de juiste basis ontstaat. Ja. Jaloezie, noem maar op. En daar heb ik een stuk eelt op mijn ziel voor ontwikkeld, zoals ik ook over kritiek mijn schouders ophaal in 9 van de 10 gevallen. En als cynicus heb je niet het gevoel dat je het nog erger zou kunnen maken? Oh, dat kan altijd erger, natuurlijk. De grenzen zullen nog verder verlegd worden in de komende jaren. Maar ik denk ook dat over 5 jaar zitten we gewoon met z'n allen weer naar Wie van de 3 te kijken. Waarom denk je dat? Omdat televisie in mijn overtuiging hetzelfde beeld geeft als mode. Alles komt terug.
Weliswaar in een andere vorm. De techniek is verbeterd. Je kunt het mooier maken. Kijk naar het succes van Who Wants to Be a Millionaire wereldwijd. Het is gewoon eigenlijk een ouderwetse quiz die alleen met de techniek van nu en het feit dat het om $1 miljoen gaat ineens een wereldsucces wordt. Maar ik denk dan bij mezelf, je onderzoekt de nieuwe markten. Wanneer krijgen we een mooi programma over een sterfbed bijvoorbeeld waar we live aanwezig zijn? Ik zou je vertellen dat wij daar al jaren mee bezig zijn om over de dood een programma te maken. Maar ik realiseer me heel goed, als Endemol dat doet, wordt het al per definitie vanuit de verkeerde invalshoek bekeken. Waarom? Omdat ik denk dat men van ons niet wil zien. Wat zijn jouw gedachten over de dood dan? Wat zou je willen laten zien? Ik denk dat het proces van dood een proces is waar iedereen mee te maken heeft, krijgt. En dat is dus in feite een alledaags deel van het leven. Maar ook live aanwezig dan bij het sterven? Ik vind dat dat in bepaalde omstandigheden zou moeten kunnen. Maar dan zou je zelf op een goede manier doen. Zou je twee sites bij jezelf toelaten? Ja, ik denk het wel. Ik denk het wel. Het is een moeilijke vraag, omdat ik haat voor televisiecamera's. Voor man die zo privacy gesteld is, dus gaat het wat ver. Maar... Ik zou dat niet doen om, bij wijze van spreken, voor de camera dood te gaan om vervolgens het gevoel te hebben van kijk nou eens hoeveel mensen mij dood zien gaan. Ik haat in de publiciteit te staan, dus dat is daar dan een onderdeel van. Maar aan zich zou ik er geen bezwaar tegen hebben als je daarmee iets kan overbrengen waar anderen weer wat aan hebben. Dus eigenlijk is jouw hele leven staat toch ook in het teken van dingen overbrengen aan andere mensen. Wat heb je ons dan over te brengen? Als ik denk aan Big Brother of All You Need Is Love. Ik heb in dat aspect niet meer over te brengen dan een serieuze poging om een heleboel mensen na een dag hard werken gewoon een uur ontspanning te bieden. Ik hoor mezelf zeggen, ik denk, dan ben je toch een moraaltheoloog, dus daar heb je ook wel gelijk in. Ik zou ook zo reageren als ik jou was, want dan moet je anders zeggen, je hebt gelijk, ik heb al die jaren shit gemaakt. Heb je wel eens gedacht, ik heb alleen maar shit gemaakt? Nee, absoluut niet. Nee. Heb je nooit over je eigen programma's gedacht? Nee, tuurlijk maken wij programma's die beter lukken dan anderen. Ja. Maar over het algemeen vind ik dat de programma's die Endemol maakt kwalitatief hoogstaand zijn. En je kan zeggen, ik hou niet van het genre. Dat is ieders goed recht. Maar niemand kan zeggen dat ze slecht gemaakt zijn. Als ik je nou eens die camera geef tot slot en probeer nou eens dat programma over de dood aan de VPRO te verkopen. Een fijne publieke omroep die geen kijkers meer heeft. Als ik een programma ik weet verkopen. Dat de geheime ambitie van je is om ooit ook de VPRO te bestieren. Dat zou toch enig ja, zijn? Dat klopt, maar dat ga je niet voor elkaar krijgen vanavond. Als ik een programma verkoop, dan gaan daar maanden aan werk vooraf. En dan doe je je huiswerk en dan zorg je dat je met een goed verhaal komt. Hoort bij je huiswerk ook dat je je tegenstanders bestudeert? Ja. Dus over Joop van den Ende heb je wel een profiel gemaakt voordat je met hem ging samenwerken? Ja, niet zozeer van Joop van den Ende als persoon, als wel Joop van den Ende als producent. Ja, ja. Ja. Maar niet over de persoonlijke mental make-up? Nee, want die heb ik pas leren kennen. Dan kende ik Joop al daar verdiep je al ook heel niet lang in. Hoor, dus. Er staat weer een meneer zo te doen, maar ik ga nog even door. Ik vind het gezellig. Wat ik wilde zeggen, wat me toch ook boeide, was dit. Ben je ooit bevriend geraakt met die Joop? Want ik heb begrepen dat het afhankelijk helemaal niet zo buddy-buddy was. Of valt dat nu wel mee? Ik ben uiteindelijk bevriend geraakt met Joop. Maar dat was niet vanaf dag één. Het heeft even geduurd voordat de beide karakters de tegenstellingen overwonnen hadden. En vooral geaccepteerd hadden, wederzijds. Ja. Daar komt nog bij, twee kapiteins op één schip. Ja. Is natuurlijk ook een punt volgens mij waar wist jij van tevoren al dat jij de kapitein zou zijn en hij de stuurman, of niet? Nee, want dan onderschat je Joop, hoor. Nee, Joop is een echte kapitein. Nee, John doet er niet zo raar. Je was toch van begin af aan, was je toch de grote winnaar in dat spel? Joop ging bijna failliet met TV10, geloof ik. Ja, hij moest wat. Die jaren daarvoor, toen wij fuseerden, was Joop van den Ende een heel gezond bedrijf. Er was niks mis mee. Maar je was toch de baas in dat bedrijf uiteindelijk? Jij bent ook degene geweest die de grote deals heeft voorbereid. Die had toch met Joop te maken, die steeds meer geïnteresseerd raakt in theater en minder in tv. Je weet dat Joop sowieso een theaterliefhebber is die daar altijd veel energie en tijd in gestopt heeft. Maar ik moet je zeggen dat binnen het bedrijf, 4,5 jaar lang, Joop en ik samen dat bedrijf gerund hebben. Samen overlegd hebben wat we doen en wat we niet doen. En dat ik absoluut heel veel aan Joop gehad heb in die tijd. Want iedereen ziet mij als de mag man die het allemaal bedacht heb. De man achter de schermen. Precies. Maar onderschat Joop niet. Joop is een briljante, geniale visionair. Die heel vaak dingen toegevoegd heeft waar ik zelf nooit opgekomen zou zijn. Eén voorbeeld. Laat ik het maar helemaal bij het begin beginnen. De fusie, John de Mol Producties, Joop van den Ende Producties, is Joop geweest die mij heeft gebeld van moeten wij niet eens praten.
Die had jou misschien nodig, want die dacht, ik word telkens uitgespeeld tegen die man. Misschien is hij zakelijk wel slimmer dan ik. Was een verstandige move van hem. Absoluut een argument wat meegespeeld heeft. Ja. Maar de reden waarom hij het wilde was de wereld veroveren. Net als jij. Absoluut. Hij is halverwege afgehaakt, maar jij gaat door. Ja. Nou, maar dat was ook de afspraak. Joop is 13 jaar ouder dan ik. Dus ook in die zin klopte het. Oké. Maar de wereld veroveren, en dat is dan echt mijn laatste vraag. De wereld veroveren, wat kan je schelen? Wat maakt het je uit wat de mensen van John de Mol denken? Je bent al lang klaar, toch? Nee, maar het maakt me ook helemaal niets uit wat de mensen van John de Mol denken. Dat interesseert me helemaal niets. En de wereld veroveren aan zich is geen doelstelling. Leuke, goede, interessante, intrigerende televisieprogramma's maken is mijn doelstelling. En als daaruit voortkomt dat je de wereld verovert, prima. Ik zit hier met het zweet in handen. En ik denk bij mezelf, er moet toch iets zijn wat hem zo kwaad of zo agressief of zo driftig maakt dat hij al die energie en ambitie heeft. Oh, maar die 80 tot 100 uur per week. Oh, maar ik ben heel makkelijk kwaad of agressief te maken als ik het niet voor elkaar krijg zoals ik wil. Een baasje, een dictatortje. Dictatortje. Ja, nou vraag het een andere. Ik weet het niet. Dat kan ik van mezelf. Je personeel zal niet zeggen hij is een dictator. Nou, als je ze onder vier ogen spreekt, zullen ze best. Dat is een serieuze vraag. Ik beschouw mezelf niet als een dictator. Ik beschouw mezelf als iemand die misschien wel het voortouw altijd neemt. En op het moment dat anderen stilvallen altijd om dan juist nog een beetje meer gas te geven en roepen van we gaan door. Als ik mensen hoor roepen, het kan niet. Dan gaan mijn haren overeind staan en dan roep ik, hoezo kan niet? Dat kan dus wel. Maar ik ben naar mijn stellige overtuiging geen dictator. Ik luister naar andere mensen. Ik sta open voor kritiek. Ik sta open voor goede ideeën. Alleen, ik doe vaak mijn huiswerk goed. Ik heb erover nagedacht. En het gebeurt, moet ik eerlijkheidshalve toevoegen, niet zo vaak. Dat je verslagen wordt. Dat ik op dat gebied verslagen word, ja. Ben je daar bang voor? Nee, integendeel. Ik zou willen dat ik 100 mensen om me heen had die mij 3 keer per dag verslaan met goede argumenten en goede discussies. Graag. Maar hoe groot moet je ego zijn als je zoveel geld hebt dat je nog steeds de wereld over wil? Omdat ik het nog steeds leuk vind om straks dat leuke ideetje van die 10 mensen in het huis ook in Brazilië en ook in China en ook in India nog te laten zien. Je bent eigenlijk de vlees geworden televisie. Dus ik vind het programma over de dood, dan hoor je ook wel het voortouw te nemen. Nou, dat hoop ik. En ik ben het serieus. We zijn daar echt mee bezig. Maar het sterfbed wil ik dan ook wel zien. Ja. Niet dat je doodgaat. Maar ik vind dat je hier eigenlijk wel moet beloven voor de camera. Al is het maar om Veronica de Dal te helpen. Dat als jij doodgaat, dat er een cameraploeg van Veronica bij mag. Ik mag hopen dat tegen die tijd dat gebeurt, bestaat Veronica misschien wel niet meer. Dankjewel. Oké, Theo.